Het hoofdstedelijk openluchtfeestje voor hipsters is gezwicht voor de antiracistenlobby. De hottentottententententoonstelling. Ja, kun jij dat zeggen eigenlijk? Hottentententententoonstelling. En dat mag niet, want het is racistisch. Ja. Vind je dat ook, Thierry? Ach man, kom nou toch op. Jij hebt hier net een boek over Zuid-Afrika behandeld, de hottentotten. Ik wist niet dat jij aan het luisteren was toen ik dat aan het behandelen was. De hottentotten, want daar gaat het over. Dat was, sorry, er is helaas geen tijd meer. We gaan de hottentotten, dat was een stam, tenminste zo heette eigenlijk de kooikooi, maar door de Nederlanders, hey, jongens, de VOC, werden ze bestempeld door de hottentotten. Sorry dat ik je in de reden van Valtivest is een festival wat gebouwd is op de fundamenten van de Roxy. Ja. De Roxy was dé discotheek in Amsterdam. De bakermat van de dance scene bijna. Daar waren, tegen de Roxy keken we op, was in mijn jeugd. De Roxy waren nieuwe dingen. En deze gasten, die Valtivest gasten, die D66 figuren met die bakfietsen, die hun kinderen 's ochtends naar school brengen en die sushi eten 's avonds, die zijn gezwicht. Die zijn gezwicht voor één man over één woord. Maar zullen we het eens over deze mensen hebben? Maar wat is nu het nieuwe thema geworden? Peter Gielen draait zich op. Iedereen de tent in of zoiets. Het is niet negerzoenen, weet je wel, want dan sla je. Ja, nee, Rutger weet het. Ik weet het, wacht even. Wie je ook tent. Wie je ook tent, ja. Wie je ook tent. Niet wie je ook bent, maar wie je ook tent. Maar dit zijn mensen die zitten thuis op de bank en die zitten dan aan een colaatje vieux. En die zitten te wachten totdat de oppas komt. Hebben hun kinderen zitten in een SpongeBob-pak op de oppas te wachten. Het is vreselijk, jongens. Het is Peter Gielen. En dan gaan ze gek doen. De Peter Gielen, de oprichter van de Roxy, draait zich om in zijn graf om. Het is een schandaal. Maar goed, dit gaat natuurlijk om... Het is wel weer grappig dat je dan buigt voor Quincy Gario. Ja, maar dat zegt alles over die mensen, denk ik. Ik vind het wel knap van Quincy, hoor. Ja. In zijn eentje. Absoluut. Die gozer die heeft een vredenkracht. Hij blijft zichzelf op de kaart zetten. Ja, nee, daar ben ik helemaal met je. Prachtig gedaan. Ja. Het is net Sylvana Simons. Ze wilde, weet je, jij belde mij gisteren. Ik zou graag Sylvana Simons in de uitzending willen hebben. Ja. We hebben onmiddellijk gebeld. Ja. 3 keer. Ja. Jij hebt haar benaderd. Een paar keer, ja. En nu ben jij een teleurgesteld man. Ik ben zeer teleurgesteld in Sylvana. Sylvana is een vrouw die ik goed ken. Ik heb veel respect voor. En ik zag dat zij zich gekwetst voelde door een aantal racistische dingen. Daar heb ik ook begrip voor. En ik denk, ik ga samen met Sylvana ten strijde trekken tegen jullie. Waarom? Nou, dat vind ik fijn voor de discussie. Er kijken een aantal mensen in het programma, die hebben ook een bepaalde mening. Maar ben je het dan met haar eens? Want je doet het niet alleen maar omdat je het fijn vindt voor de discussie. Dan moet je het ook met haar eens zijn. Of ben je zo opportunist? Nee. Ik ben daar wat zachter in dan jullie, laat ik het zo zeggen. Maar ik wilde die discussie hier in het Hol van de Leeuw. Jullie zijn zeg maar voor heel veel mensen de Hol van de rechtse leeuw. Wilde ik die discussie voeren. En dat leek me prachtig. En ik ben teleurgesteld dat ze niet mee kwam. Nee, maar dat is het dus. Zij preekt alleen maar voor eigen parochie. En ze is nu bezig met een programmaatje wat alle facetten van het racisme moet aanpakken. Nou, dat probeer je natuurlijk te pluggen bij de NPO. Quincy Gario is ook bezig met een talkshow. Dat heet overigens heel grappig Roet in het Eten. Als wij dat zouden uitzenden en wij zouden een neger dat laten presenteren, krijg je een aangifte. Dan heb ik Quincy Gario achter maan. Krijg je een aangifte. Ja. Maar het is heel grappig. Het is een industrie aan het worden. En dus daar verdienen ze een hele dikke boterham mee. Dus jouw punt is dat ze het toch uiteindelijk voor het geld doen? Nou, racisme voor het geld? Maar volgens mij is het vooral het punt. Ik heb Quincy Gario, daar heb ik zomaar bedenkingen bij. Maar Sylvana Simons is natuurlijk een golddigger eerste klas. Die is 4 keer getrouwd, geloof ik, met een miljonair. En die ze was wel altijd getrouwd, de gemeenschap van goederen. Even checken, jongens. Even checken. Volgens mij kun je niemand verwijten dat hij of zij zijn eigen business zoekt. Maar waar het meer om gaat is dat volgens mij de hele groeggemeente zich totaal laat paralyseren als iemand racisme roept. Ja. Dat is volgens mij het punt waar het om gaat. Zij kan bij de Wereld Draait Door of deze mensen van hottentotten. Je moet gewoon daarom lachen. Je moet dan zo'n jongen moet je zeggen. Ja, nou, word jij eregast, mag jij een kwartier lang je verhaal doen op ons festival en that's it. Maar we moeten veel relaxer erover worden. Iedereen schiet meteen een stuipen. Ja. Dat is volgens mij het punt. Die Quincy en die Sylvana is niet het probleem. Het probleem is hoe wij erop reageren. De antiracisten, zeg maar. Ja, de angst voor racisme. De angst voor oneerlijk. Ja, en dat is helemaal niet. Dat is met Zwarte Piet. Wat vind je nou van die? Heb jij de Roxy? Ken je de Roxy? Heb je de vroeger van? Nee, man. Maar dat was je van het. Daar keken we tegenop. En die zwichten voor één woord van één man. Wat voor wereld leven we?